Om juist te zorgen dat het voor meer mensen makkelijker wordt om wat gezonder te leven, is het belangrijk om in te zetten op die jongere generatie. En dat doe ik eigenlijk met mijn onderzoek. Ik doe onderzoek naar het eetgedrag van middelbare scholieren. En met name hoe dat ook wat gezonder en duurzamer kan. Want ons eten heeft invloed op onze gezondheid, maar ook op het klimaat. Binnen dit onderzoek kijken we eigenlijk naar wat er nu op scholen wordt gedaan rond dit thema. En we kijken dan of dit aansluit bij de behoeften van middelbare scholieren. Of wat voor ideeën zij zelf dan hebben om het voor hen wat makkelijker te maken om gezond en duurzaam te eten. Ik ben Anouk Mes, 25 jaar. En ik werk hier aan de universiteit als promovenda voor het switch-onderzoek. En dat doe ik bij de leerstoelgroepen Consumptie en Gezonde Levensstijl en Onderwijs en Leerwetenschappen. Het onderzoek heet Switch omdat we eigenlijk werken aan het veranderen van eetgedrag. Dus het switchen van het eten wat mensen eten. Ik doe dit onderzoek omdat ik geïnteresseerd ben in hoe mensen langer gezond kunnen leven. En ook tegelijkertijd graag wil dat onze aarde een stukje gezonder wordt. Voeding biedt eigenlijk een super unieke kans om aan beide onderwerpen tegelijk te werken. Ik onderzoek dit door met verschillende mensen in gesprek te gaan. Zo heb ik gesproken met verschillende experts uit het werkveld. Wetenschappers uit verschillende vakgebieden, maar ook mensen die in de praktijk werken, zoals beleidsmakers. En daarnaast schrijf ik ook veel, overleg ik met mijn collega's om de gesprekken die ik heb gevoerd te begrijpen. En schrijf ik dat uiteindelijk op in artikelen. Mijn onderzoek naar het stimuleren van duurzaam en gezond eetgedrag bij middelbare scholieren is geslaagd als het straks voor elke middelbare scholier, ongeacht hun culturele achtergrond, hun herkomst of opleiding, wat vanzelfsprekender is om duurzaam en gezond te kunnen eten.